Goedemiddag allemaal, van harte welkom bij het inspiratiewebinar rondom de Boekstartdag. Op 3 juni 2023 is het zover, de derde editie van de Boekstartdag. En ik heet jullie allemaal van harte welkom bij dit webinar. Om te beginnen, voordat we echt van start gaan, neem ik jullie graag even mee in de organisatie achter het webinar. Mijn naam is Linda Voortman, ik zit in het SBN Kernteam voor Boekstart. En samen met mijn collega's Marijke Bos, Julien van den Heuvel en Inger Bos bieden we dit webinar aan voor de bibliotheken in Nederland. We zijn heel blij dat jullie er allemaal zijn en we nemen jullie heel graag mee in een aantal mooie voorbeelden rondom de Boekstartdag, hoe je die kan vormgeven. We zijn niet alleen, want we hebben ook twee bibliotheken in ons midden die ons meer gaan vertellen over hun aanpak. Dat is Jacqueline Terwijn van Bibliotheek West-Achterhoek en Zwaantje van Spundel van C. Bibliotheek Haarlemmermeer. Straks in het programma nemen zij jullie mee in hun aanpak en hun organisatie rondom de Boekstartdag. Maar voordat we daar aan gaan beginnen, blikken we even vooruit op die 3 juni, de Boekstartdag, de derde editie zoals ik net al zei. Nou, het doel is echt een mooi warm welkom voor jonge gezinnen om de bibliotheek te ontdekken, om die mooie Boekstartcollectie te ontdekken, om ze een warm welkom te geven en allerlei leuke activiteiten te organiseren. Ja, om het voorlezen aan jonge kinderen, baby's, dreumissen, peuters in het zonnetje te zetten. Tover je bibliotheek om tot een ware paradijs voor de jonge kinderen en hun ouders en hun grootouders. Hoe groot of klein je dat doet, maakt niet uit. Het kan in allerlei vormen, op allerlei manieren. Dat zal je vandaag ook zien. Dat zie je ook in de tools die we landelijk beschikbaar hebben gesteld. Je kan er je eigen lokale sausje overheen gieten. En vooral zorgen voor een mooi, warm moment voor jonge gezinnen. Om zich onder te dompelen in de wereld van boeken en verhalen en de bibliotheek. Nou, de Boekstartdag 2023, we zijn natuurlijk heel benieuwd, want we zijn hier met een heel aantal bibliotheken online vanmiddag. Of jullie al begonnen zijn met de voorbereidingen van de Boekstartdag. De poll verschijnt als het goed is nu in beeld inderdaad. Voor iedereen zie je al een heel aantal reacties. Ja, ben je al begonnen? Je bent al gestart met nadenken op het programma. Het programma is misschien al bijna rond, of nog niet. Of je weet het misschien nog niet. In dat geval hopen we dat we je vandaag inspiratie kunnen geven over wat je zou kunnen organiseren. Ik geef jullie nog heel even de tijd om te reageren op deze poll. Kijk, nou, er zijn heel wat reacties al binnengekomen. En 46% geeft aan, ja, we zijn al gestart met nadenken over het programma. 12% heeft het programma al rond of bijna rond. Een heel aantal is nog niet begonnen, bijna 40%. En een kleine 3% zegt, ik weet het nog niet. Wat ook goed is om te weten, we hebben vandaag ook een chat. Dus als je vragen hebt of leuke dingen wilt delen, zet het ook vooral in de chat vandaag. Dan nemen we dat mee. Leuk om de poll zo in beeld te zien. Straks komt er nog een poll, dus we zijn ook natuurlijk heel benieuwd naar wat jullie allemaal van plan zijn. Ja, dan geef ik heel graag het woord aan mijn collega Marijke Bos van Stichting Lezen, die jullie mee gaat nemen in de landelijke tools en het aanbod daarin. Goedemiddag allemaal. Ja, leuk om nou even te zien net hoe ver jullie al een beetje zijn in het denken en in het al voorbereiden voor de Boekstartdag op 3 juni. Voor de bibliotheken die het programma nog niet rond hebben, zoals de 12% net heeft aangegeven, kun je een kijkje nemen in de inspiratiegids. Geen nieuwe gids, vorig jaar hadden we die ook, dus waarschijnlijk ken je de gids. Maar we hebben wel weer wat activiteiten eraan toegevoegd. Niet te veel, want hij staat al eigenlijk woordenvol ideeën. Het is eigenlijk een praktische gids. Gericht op, hoe pak je het nu eigenlijk aan? Met wie kun je samenwerken? Hoe ga je communiceren? Wat voor laagdrempelige activiteiten kun je zelf bijvoorbeeld doen? Of wil je ook echt een organisatie of inhuren om een aanbod te doen in jullie bibliotheek op 3 juni. We gaan zo direct even laten zien waar alles ook staat, waar de inspiratiegids staat, waar ook de communicatietoolkit staat. Dus dat komt zo nog aan bod. We hebben dit jaar nieuw in de inspiratiegids twee werkvormen. We hebben een werkvorm gemaakt rondom de Boekstart. Groeimeter, dat is echt dat je met een groepje ouders eens even goed kijkt naar de groeimeter. Bijvoorbeeld groepjes indeelt volgens de leeftijd van de kinderen. Bijvoorbeeld dat je echt samen kijkt met een paar andere ouders. Bijvoorbeeld van hoe gaat het voorlezen nu als je een baby hebt van 6 maanden. Kijk eens even samen naar dat filmpje. Wat valt je op? Is er iets herkenbaars? En heb je zelf nog tips?
En natuurlijk kun je de groeimeter dan later nog meegeven. Een werkvorm rond hoofden, handen, hart. Dat is eigenlijk een leuke spelmanier om eens even op een andere manier te kijken naar het voorlezen. Van wat gebeurt er eigenlijk in het hoofd van het kind? Wat doe je met je handen? Dus echt de fysieke ontwikkeling en de emotionele ontwikkeling, het hart. Een leuke spelvorm om in speelse activiteiten, maar dus ook het voorlezen, eens onder de loep te nemen. En bijvoorbeeld ook verschillende boekjes te bekijken. Van welke boekjes zitten wat meer op het hoofd? Misschien wat meer in het ontdekken de handen en wat meer op het hart. Je bent natuurlijk altijd met de drie H's bezig tijdens het voorlezen. Maar het ene boekje leent zich wat meer voor het hoofd of voor handen of voor hart. Even kijken. Ja, we hebben de activiteiten rond de genomineerde babyboekjes van het jaar. Nog van 2020. Die staan ook nog in de toolkit. En die zijn nog steeds heel erg actueel. Dit jaar worden er ook twee verwerkingsactiviteiten rondom de afgelopen babyboekjes, of twee babyboekjes, genomineerde babyboekjes gemaakt. En natuurlijk rondom het winnende babyboekje van het jaar. Dat wordt een muzikale verwerking gemaakt door Felice van der Zanden van Muziekkwartier. En zij maakt er ook nog een instructievideo bij voor bibliotheken die dat zelf echt gaan uitvoeren. Maar ook voor bijvoorbeeld als je muziek op schoot docent daarvoor wilt vragen. In de map ouder- en kindactiviteit in Bip2Bip, er zijn nog ontzettend veel andere ook voorbeelden van bibliotheken. Een verzameling van activiteiten van de afgelopen paar jaar. En natuurlijk het webinar op 1 juni, weer verzorgd door Jolien Hesselbert. Die gaat weer ouders allemaal leuke nieuwe titels voorspiegelen. En ik denk dat vorig jaar is het webinar heel goed bezocht ook en bekeken en beoordeeld. Dat het ook een heel leuk webinar is voor gastouders. Dus je kunt ook je gastouders in je netwerken hierop wijzen. Kunnen we naar de volgende dia? Ja, dat is dus een poll weer. Met welke organisaties denk je samen te gaan werken? Of wil je samenwerken? Of ga je alles zelf doen? Misschien heb je wel een organisatie in gedachten of waar je al mee samenwerkt die hier niet bij staat. Nou, zet dat vooral even in de chat. Dan kunnen we die volgend jaar als antwoordsuggestie toevoegen. Bij uit de evaluatie van het afgelopen jaar zagen we al dat er heel veel werd samengewerkt met lokale organisaties, met instanties. Dus zo wordt het ook echt iets wat heel erg gaat leven binnen... binnen jouw werkgebied, binnen de omgeving. Boekhandel zie ik al in de chat voorbij komen. Die staat er niet bij. Dat is natuurlijk ontzettend een goede samenwerkingspartner. Het buurthuis natuurlijk ook. Even kijken. Nou, het is allemaal heel erg mooi verdeeld. Voorleesexpress, JGZ, 24%. Dat lijkt me ook een hele natuurlijke samenwerkingspartner. Net als de kinderopvang, 36%. De fysiotherapeut, hartstikke leuk. Ik hoorde ook al een goede suggestie van het zwembad bijvoorbeeld. Volgens mij doet Bibliotheek aan de Vliet dat al ook tijdens het baby zwemmen met de badboekjes. Hartstikke leuk. En die ouders die nodig je daarna weer uit in de bibliotheek. Goed, logopedist zie ik ook nog voorbij komen. De lijst wordt steeds langer. Nou ja, dan heb je je programma en dan heb je leuke activiteiten. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk dat ouders er ook van weten. Dus belangrijk om ook met je collega van communicatie en met marketing een planning te maken. Van wanneer gaan we nu partnerorganisaties informeren over de Boekstartdag? En op welk moment gaan we ouders attenderen op de Boekstartdag? Nou, vanuit Boekstart ontwikkelen we een toolkit. Waar je gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld een veel social media beeld. Maar ook teksten voor nieuwsberichten die je kunt gebruiken. Die je natuurlijk kunt aanpassen naar je eigen situatie. Een aankondigingsfilmpje. De meeste materialen die staan in de toolkit. Die kun je gewoon downloaden. Maar de poster en de flyer. Die staat in de portal van de landelijke huisstijl. Die kun je daar aanpassen. Kun je de naam van je activiteiten of activiteiten aan toevoegen. En de naam van de bibliotheek natuurlijk met de locatiegegevens. En die kun je daar ook laten drukken.
We laten ook via B2B weten wanneer alles beschikbaar is. Maar in ieder geval de toolkit, media toolkit, zal in april in de toolkit op Bookstart Pro staan. Nou, laat bijvoorbeeld ook weten partners, nou, dat hele rijtje die we net ook al zagen, goed weten dat de Bookstartdag aanstaande is. En vraag ook wat zij kunnen betekenen om ouders hierop te attenderen. Wat ze nodig hebben, misschien wel een nieuwsberichtje of beeld voor hun social media. Of vraag of ze jouw sociale media berichten willen delen. Spreek ook af wanneer je ouders gaat attenderen op de Bookstartdag. Wij gaan dat zelf vanuit de Bookstart landelijk gaan we dat ongeveer een maand van tevoren doen. Nou, leuke promotiematerialen ook voor ouders om mee te geven. Bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk de groeimeter en de mijlpaalkaarten. Allemaal onderdelen of allemaal producten die jullie denk ik wel kennen. Nieuw is de Bookstart Slap. Die hebben we voor het eerst op de 9-maandenbeurs uitgedeeld. En die vond gretig aftrek, zo'n vrolijke beer die je aankijkt. Nou, de silhouettenquiz met kinderboekenfiguren. Die staat hier nog even op de afbeelding van vorig jaar. Die werd ook leuk gebruikt. Jacqueline heeft straks ook nog even een ideetje wat je kan doen met de silhouettenquiz. En we hebben ook een kleurplaat dit jaar, die kun je straks downloaden. Even kijken. Oh ja, in ieder geval natuurlijk een heleboel dingen. Misschien heb je zelf ook nog wel leuke promotiematerialen in huis. Ja, dan kan je naar de volgende. Ja, dit is even in vogelvlucht ook de planning. Nou, nu hebben we in ieder geval de informatiebijeenkomst. Deze maand komt ook de inspiratiegids in de toolkit. Nou, vanaf volgende maand vind je de toolkit marketing en communicatie. De activiteiten babyboekjes in de toolkit. Ja, vanaf mei gaan we ook echt, zeg maar, promotie maken richting ouders. Dus er komt een speciale Bookstart nieuwsbrief voor ouders. Die kun je natuurlijk zelf ook delen met haar in het webinar en de Bookstartdag. En ook de pagina bookstart.nl/bookstartdag2023 komt live. En daar kun je natuurlijk ook ouders op wijzen. Nou, in juni, ja, dat is de maand waarin het gaat gebeuren. Op 1 juni het webinar en op 3 juni de Bookstartdag. En we zijn nog bezig om een beetje een landelijke aftrap te organiseren. En nou ja, na 3 juni volgt alweer de evaluatie. En in september gaan we de resultaten communiceren en weer een nieuwe datum. En dan is de cyclus weer rond. Ja. Net werd al het een en ander genoemd van organisaties waar je mee samenwerkt. Maar nou ja, heb je dat nog niet gedaan? Zet vooral even in de chat van met welke lokale organisaties, instanties je samenwerkt. Dat kan natuurlijk ook misschien wel een leuk café zijn of zo, waar je van weet dat daar veel ouders met baby's komen. Of het zwembad of de babyyoga. Nou, heb je leuke samenwerking om te melden? Doe dat even in de chat. Even kijken of er al iets bij staat. Nou, je hoeft dat ook nog niet direct te doen, maar mocht je nog iets te binnen schieten, dan laat het vooral even weten. Oh ja, je Centering Pregnancy, dat is ook inderdaad een hele goede om mee samen te werken. Ouders die samenkomen op het consultatiebureau of op de, dit is natuurlijk pregnancy, dus bij de kraamzorg of bij de verloskundige praktijk. Ja, er stond laatst ook een heel leuk voorbeeld van Bibliotheek Den Haag. Waarbij de kerstverse ouders een terugkombijeenkomst hadden in de bibliotheek. Nou, fantastisch. Maar ook Centering Parenting, waarbij ouders een groepsconsult hebben op het consultatiebureau. En waar je direct een groep ouders bereikt. Ja, mooie voorbeelden. Ja, leuk. Dankjewel, Marijke. Goed dat je ons zo even in vogelvlucht meeneemt in wat beschikbaar is en komt. Ja, nogmaals, het is te vinden op Bookstart Pro in de